Hallo allemaal, hartelijk welkom bij een nieuwe video op het Speel met mij kanaal. Ik heb hier vandaag weer een Playmobil set voor jullie en die is heel erg groot. Echt enorm. Dit is het vracht- en passagiersvliegtuig uit de City Action serie. En dit vliegtuig ziet er echt enorm uit, of in ieder geval de verpakking dan. En het vliegtuig heeft een lengte van 59 centimeter. Kijk, dit is mijn hand. Alleen maar ter vergelijking. En de verpakking is al super groot. Je hebt echt zelden zulke grote verpakkingen. De spanbreedte van het vliegtuig is 63,5 centimeter. Ook dat is natuurlijk enorm groot. De verkeerstoren zit er ook bij. In totaal 5 poppetjes als ik me niet vergis. En we gaan eens even kijken hoeveel erin past in het vliegtuig. En waarom vrachtvliegtuig? Dat kun je hier zo zien. Je kunt dit naar boven klappen en dan kunnen er containers in of wat dan ook. We gaan dit natuurlijk met jullie samen opbouwen vandaag. Ik zal eerst eens even de verpakking omdraaien, dan kunnen we naar de achterkant kijken. Kijk, er zit er helemaal niet zo heel erg veel plaats in, maar het ziet er wel heel erg luxueus uit. De cockpit kun je ook openmaken. Piloot zit erbij. In totaal 130 onderdelen. Dat is een heleboel. In totaal 5 poppetjes. Dan hebben we hier de verkeerstoren. Die is ook al erg groot. Ja, dit is toch wel een van de grootste Playmobil sets die ik ooit heb gezien. We gaan het eens even openmaken. Zo, de doos is inmiddels open. En zoveel onderdelen zijn het niet, lijkt het in ieder geval. Ik geloof dat ik het Playmobil nummer nog helemaal niet heb gezegd. Maar dat is nummer 5261. Is voor kinderen van 4 tot 10 jaar bedoeld, maar natuurlijk ook voor oudere kinderen. Hier hebben we de vleugels van het vliegtuig, die zijn heel groot. Gelukkig hoeven we die zelf niet in elkaar te zetten, dat zou dan wel een tijdje duren. Dit is de romp van het vliegtuig. Het zou ook wel een trein kunnen zijn, als je niet ziet dat die vleugels heeft. Ja, daar moeten we nog wel het een en ander aan doen natuurlijk. Dan hebben we dit, dit is voor de verkeerstoren. En dit komt er ook nog bovenop. Of, oh wacht, dit is het achterste deel van het vliegtuig. Ja. Oké, wat hebben we dan nog meer? Ook voor de verkeerstoren. Hier nog de turbine. Ook erg belangrijk, die komen aan de vleugels. Zo, dat is ook nog glas voor de verkeerstoren. En dan hebben we de poppetjes hier. Hier nog verdere onderdelen voor het vliegtuig. En ik zou zeggen, we gaan beginnen. Ik ga alles op de tafel zetten en het snel in elkaar zetten. Ja, ik denk dat dat even snel gaat vandaag, anders duurt het eeuwig. En daarna gaan we het natuurlijk allemaal bekijken. Maar goed, daar gaan we dan. Zo, het vracht- en passagiersvliegtuig met verkeerstoren van Playmobil is klaar. Het is opgebouwd en kijk hoe groot het is. We moeten echt weer een beetje naar boven met de camera. Hier kun je het hele vliegtuig zien. Het is heel erg groot. Maar het ziet er wel heel cool uit. In totaal kunnen er 5 poppetjes plaatsnemen. Passagiers dan. Eerst eventjes de poppetjes. Dit is iemand die... Ja, even kijken hoor. Hoe noem je zo iemand? Iemand die helpt op het vliegveld, misschien een passagier. Dan hebben we een piloot met een koffertje. En ook nog een co-piloot. En natuurlijk nog een medewerker van de verkeerstoren. Die heeft ook een verrekijker. En eens even kijken. Ik denk dat we gaan beginnen met de verkeerstoren. De rest kan allemaal even aan de kant.
Zo, hier zien we dan de toren met stoel. En zo ziet het eruit. Met in totaal 4 beeldschermen. Dan ook nog wat toetsenborden natuurlijk. Nou, al die computers heb je uiteraard nodig. De ramen zijn een beetje donkerder gemaakt. En ik denk dat het ongeveer een uur duurde om alles in elkaar te zetten. Met al die stickers en kleine details, dan duurt dat natuurlijk wel eventjes. Zo. En dan gaan we eens even kijken naar het vliegtuig. En zoals ik al zei, je kunt ook vracht meenemen. Je hoeft het alleen maar even open te klappen, het vliegtuig. Zo. Ja, en daar is dan de vracht. Dit kunnen we dan weer dichtmaken. En dan vraag je je af, hoe komt de piloot hierin? Zo, heel gemakkelijk. Je kunt gewoon de cockpit openmaken. En ook de co-piloot die kan plaatsnemen. Zo. Natuurlijk kunnen we ook de deur openmaken hier. Dan kunnen de passagiers daar instappen. Maar om ze makkelijk op hun plaats te kunnen zetten, kun je het dak openmaken. En ja, je ziet het, er kunnen in totaal 5 mensen zitten. Er is ook nog een toilet. Deze mevrouw kan bijvoorbeeld zitten. Ja, dat ziet er allemaal goed uit. Ik ben erg tevreden. Volgens mij is dit wel het grootste passagiersvliegtuig wat ik ooit heb gezien van Playmobil. Zo, de verkeersleider die kan daar staan. Ik vind deze set hartstikke leuk. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je het leuk vond, geef dan een duimpje omhoog. En abonneer je op het kanaal. En klik natuurlijk ook op het klokje. Dan krijg je iedere keer een berichtje als er een nieuwe video is op het kanaal. Ja, wat vinden jullie dus van dit Playmobil passagiers- en vrachtvliegtuig? Ik vind het geweldig. En ik ben benieuwd naar jullie mening. Ja, dat was het dan voor vandaag. Tot de volgende keer. Doei!